Haar letterlijke woorden waren van, het is nog erger dan ik dacht. Ja, dan stort je wereld echt in. Ik ben Damaris en ik heb een wonder meegemaakt. Mijn dochtertje werd tegen alle verwachtingen in helemaal gezond geboren. Het begon eigenlijk al gelijk heel gek. En dat kwam omdat ik eigenlijk al die tijd wekenlang bloed verloor. En ik dacht, nou ja, ik ben ongesteld. Wij hebben eigenlijk er jarenlang over gedaan om zwanger te worden. Allemaal medische trajecten doorlopen. Toen toch maar getest. En toen bleek dus inderdaad een paar weken zwanger te zijn. Ja, we waren super blij, maar ik was ook een beetje overrompeld. Want ik had er helemaal geen rekening mee gehouden. Uiteindelijk zijn we toen voor een echo naar het ziekenhuis gegaan. Op dat moment begon ik weer te bloeden. En toen zei de arts wel van, nou, dit ziet er niet goed uit. En ik denk dat het dit weekend uitdraait op een miskraam. Dus dat was wel heftig nieuws, ja. Want je wil zo graag dat kindje wat in je groeit. We reden naar huis en ja, we konden alleen maar huilen. Diezelfde avond ben ik gaan bidden voor het kindje. En ik heb toen ook eigenlijk heel concreet gevraagd, wilt u dit kindje redden? Maar ook tegelijkertijd dat mocht er iets niet goed zijn met het kindje, of die het dan wilde terugnemen. En die nacht had ik een heel bijzondere droom. Ik zag niks voor me, ik hoorde alleen een stem. En ik wist in mijn intuïtief dat dat de stem van God was. En die stem die zei tegen mij van, je moet me vertrouwen en je mag je kindje Isa noemen. God is mijn redding. En de volgende ochtend werd ik wakker. Ga je er natuurlijk over nadenken van, hè, wat was dit? En ik ben totaal niet spiritueel. Ik ben wel gelovig, maar ik heb nooit dat soort ervaringen. Ja, ik ben gewoon een heel rationeel mens, dus ik dacht, ja, wat moet ik dit nou interpreteren? Heb ik dit nou gewoon echt gedroomd? Ja, de volgende dag, ik had het natuurlijk ook met mijn man daarover. En die zei ook van, oh, Isa, nou, ja, dat heeft eigenlijk nooit bij ons op het lijstje gestaan. We dachten, nou, we wachten maar even af. Want God sprak hier ook heel duidelijk over een meisje. Hè? En op dat moment wisten we het geslacht natuurlijk nog helemaal niet. Want het kindje was nog veel te klein. Dus het had ook nog geen geslacht. Maar mijn man zei van, oh, dat is wel heel bijzonder, want Isa betekent Jezus in het Arabisch. In de Koran heet Jezus Isa. Ja, dat raakte me ook weer, dat ik dacht van, wauw. Maar ja, feit was wel dat ik heel veel rust over me voelde. Maar goed, die ochtend was wel het bloeden gestopt. En ik heb daarna ook niet meer gebloed. Dus dat was ook reden natuurlijk om ja, die maandag weer meteen met het ziekenhuis te bellen. En te zeggen van, hé, het zit er nog. Nou ja, toen gingen we weer. Toen kregen we weer een echo. En toen zei ze, ja, het ziet er goed uit. En de rust die ik toen ervaarde, die viel wel ineens ook in duigen. Een paar weken later. Toen wij de verloskundige kwamen, nou, dat echo-apparaat gaat aan. En we kregen het kindje te zien en het viel eigenlijk meteen op dat er iets niet goed was. Daar kon je niet omheen. Je hoeft geen medicus te zijn om te weten dat die grote bal die in dat lichaampje zat, dat er niet thuis hoorde. Een vergrote blaas, wat dit leek te zijn, wat het kindje had, dat was eigenlijk vaak een teken van een ernstige chromosoomafwijking. Dusdanig ernstig dat het vaak dat het kindje niet levensvatbaar zou zijn. Ja, dat is vreselijk. Ja, met zo'n scenario hou je geen rekening. Nou, we werden dus doorverwezen naar het ziekenhuis en we zouden opgeroepen worden. Maar eigenlijk werden we meteen die maandag al gebeld van jullie kunnen vanmiddag komen. Het duurde voor mijn gevoel heel lang. En ze zei ook verder niks. Je hoopt op zo'n moment, hè, dat ze een beetje, dat ze zegt, oh nee joh, dat ziet er hartstikke goed uit. En het valt allemaal wel mee. Maar
Nee, haar letterlijke woorden toen ze klaar was, waren van: het is nog erger dan ik dacht. Ja. Sorry. Ja. Ja, dan stort je wereld echt in. Ja. Ze zei, naast die bal in het lichaampje, waarvan ze dus inderdaad dacht van dat is waarschijnlijk een megablaas, zoals je dat noemt. In medische termen zag ze ook dat er geen neusbotje was. En dat het hoofdje, dat daar iets niet goed mee was. Dat het niet goed gevormd was. En ze zei, ja, die dingen bij elkaar opgeteld zijn allemaal markers voor ja, een chromosoomafwijking. En een ernstige ook. Ze zei van, ik stel voor dat we over een paar weken nog een keer gaan kijken. Want dat kan ik gewoon wat beter beoordelen hoe het ervoor staat. En ze zei wel van, ik raad jullie aan om ook na te denken over het afbreken van de zwangerschap. Als het inderdaad echt niet goed is. Dat is een heel lastig proces wel, omdat je moet je op voorhand al bedenken of je wat je daarmee gaat doen. En ook, we zijn natuurlijk allebei gelovig en abortus is niet iets waar je over nadenkt. En tegelijkertijd wordt het zo concreet dat je er juist wel over gaat nadenken, omdat je denkt van ja, maar als wij echt een heel gehandicapt kindje krijgen, wat betekent dit voor mijn zoontje die op dat moment een heel onbezorgd leven had? En wat betekent het ook voor ons huwelijk? Ik heb heel veel gehuild en ik heb heel veel nagedacht. Ik ben veel met het scenario bezig geweest dat het dus echt mis was. En hoe gaat het leven er dan uitzien? Ja, dus ergens was ook wel mooi dat ik heel erg van het negatieve uitging misschien wel. En mijn man die was heel erg, die stak een beetje wel zijn kop in het zand, maar die was wel positief. Die had wel zoiets van, het kan nog allemaal goed komen. Dus dat was ook wel mooi, want dat had ik misschien ook wel heel erg nodig. Ik heb wel kracht gehaald uit die droom die ik natuurlijk eerder had. Waarin God letterlijk zei, je moet me vertrouwen. En ergens heb ik in die periode ook heel vaak gedacht van, nou maar dit, wat was dat dan voor een droom? Als ik nu dit op mijn bordje krijg, lekker dan. Ja, eerst krijg ik zo'n hoopvol bericht. En stopt het bloeden en lijkt alles goed te zijn en ineens krijg ik iets wat eigenlijk nog vele malen erger is. En waarom had u het kindje dan niet laten gaan? Ja, ik heb toen wel gedacht van, nou, God, heb ik wel een appeltje mee te schillen of zo. Het voelde echt als een beproeving. En ik ben ook wel boos geweest. En ik zat gewoon vol vragen, want ik dacht, ja, dit was niet de afspraak. Tegelijkertijd heb ik ook wel gedacht, ja, maar God is alles mogelijk. En hij heeft me gezegd dat het goed komt. Dat was ook heel gek, want we begonnen ook onze berichten aan iedereen van, joh, we hadden eigenlijk heel graag willen zeggen dat we zwanger zijn. En dat zijn we ook. Alleen er is heel veel reden tot zorg. Als je mensen vertelt dat je zwanger bent, dat moet iets leuks zijn. Nou, dat was het in ons geval niet. En we hebben daarbij ook wel meteen gevraagd van, willen jullie voor ons bidden? Ja, uiteindelijk kregen we dus weer een nieuwe echo. En dat had de arts al gezegd, van laten we over een paar weken verder kijken. Dan is het kindje alweer iets groter. Ja, toen reden we naar die echo. En dat was heel spannend. En mijn man die zat in de auto en die zei van, ja, ik ben ineens zo hoopvol. En ik zat in de auto en ik dacht, oh, ik hoop zo dat het kindje niet meer leeft.
dat het kindje eigenlijk al, ja, dat God het al heeft laten gaan. Zodat ik niet zelf die keuze hoefde te maken. En het echoapparaat ging aan en ja, die bal die zat er nog steeds. Het kindje leefde ook nog. En het duurde weer heel lang. En ze zei van nou, ik heb toch ergens ook wel heel goed nieuws. En dat is dat het neusbordje gewoon zichtbaar is. En het hoofdje, het ziet er eigenlijk allemaal hartstikke goed uit. En die bal in het lichaampje, dan moeten we verder uitzoeken wat het is. Maar het lijkt niet de blaas te zijn. Ze zei ook letterlijk van, ik hou geen rekening meer met een chromosoomafwijking. Dat was zo'n bijzonder moment. Dat je die ergste scenario's kan wegstrepen. Ja, dat was wel het beste nieuws van de dag, van de week, van het jaar. Dat wil je horen, ja. Nou ja, daar hebben we ook wel gewoon steeds, zijn we steeds voor blijven bidden. Mag dit ook goed komen? Ja, toen kregen we de 20 weken echo. En dan wordt zo'n kindje met een 20 weken echo natuurlijk weer helemaal van top tot teen nagekeken. En krijg je ook het geslacht te horen. Maar ja, die bal die was weg. Er was niks geks meer te zien. Het was gewoon helemaal gezond. Alles was goed. Alle markers, zoals ze dat noemden, waren verdwenen. Alles waar we ons zorgen om maakten, was weg. Je bent natuurlijk zo gelukkig met dat nieuws. Dat ze dachten van, ja, maar hè, waar zit die bal nou? Want we hebben hem wekenlang gezien. En hoe kan dat nou? En waar, ja, dat kindje helemaal bekeken. En ja, dat ze zei, ik kan het gewoon echt niet meer vinden. En toen zeiden ze, nou, het is een meisje. Ja, dan is die droom ineens zo. Het kan niet anders dan dat God dit zo heeft willen duidelijk maken. En we keken elkaar aan en ja, zeiden nou Isa. Ja, het gaat fantastisch met haar. Dat is Isa. Dat is de baby. Dat is de baby. Ze is net 1 geworden en ja, als ik dan naar haar kijk en ze ligt zo lekker in mijn armen en ja, dan denk ik wel weer echt van, wauw, je bent echt een wonder. Oh, is er nou? Is er weg? Daar is ze. God voelde eigenlijk altijd voor mij best wel ver weg. Als ik aan het bidden was of zo, denk ik ja, nou ja, zou die het horen, zou die iets mee doen? Geen idee. Ja, het heeft wel iets veranderd in mijn geloofsleven in die zin dat ik echt weet dat God er is. Dat God bestaat en dat God wonderen doet. Dat God echt betrokken wil zijn bij je op momenten dat je het juist zo nodig hebt. Ik heb gewoon echt het vertrouwen in God. Ja.